Hey, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag 17 mei en ik wil jullie vandaag, zo, goedemorgen. En ik wil jullie vandaag weer een dagje meenemen. We gaan waarschijnlijk eventjes naar het Geertje. Dat is een kindergeitenboerderij. Het klinkt echt ontzettend suf, weet ik. Maar dat is een beetje jeugdsentiment van mij. En daar kan je dus geitjesmelk geven en echt superleuk. En het is lekker weer, zoals je waarschijnlijk ziet, want ik moet echt mijn ogen dicht houden voor het zonnetje. Daar gaan we eventjes heen en voor de rest kijken we vandaag wel even. Maar ja, ik vond het leuk om weer een keertje voor jullie te gaan vloggen. Dus ik neem jullie mee vandaag. We zijn ondertussen onderweg naar het Geertje en we moeten nog iets meer dan 10 minuutjes. Dus ik ben wel heel erg benieuwd, want de laatste keer dat ik daar ben geweest, dat is echt 10, misschien wel 12 jaar geleden. En ik vond het toen heel erg leuk, maar ik was toen natuurlijk heel klein. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik en we ervan gaan vinden. Dus ik zal daar ook wel gewoon wat stukjes laten zien. Weten we, gaan we ook straks halen. Het is leeg. We zijn al op de terugweg en we gaan eventjes lekker wat eten bij de Laplace. Ik heb een salade en een vegetarisch broodje en een iced watermelon smoothie of iets dergelijks. Ik ben wel heel erg benieuwd naar. Het ziet er wel ontzettend mooi uit, zo dat kleurtje. Wij zijn onderweg richting huis, alleen we gaan nog eventjes een kleine tussenstop maken in Rotterdam, want daar is een foodfestival. Trek heet het. We zijn er verder nog nooit geweest, maar dat leek ons wel eventjes leuk en het is lekker weer. Dus daar gaan we nog even een tussenstopje maken voor wat lekkers. We zijn alweer een tijdje terug van Trek. Ik vond het echt super leuk. Ik ben nog nooit naar een foodfestival geweest. Maar er stonden echt best wel wat steentjes en allerlei verschillende soorten voedsel. En echt van zoetigheid tot hartig, van alles en nog wat. Leuke sfeer ook, lekker ook met het weer. Dus dat is wel echt voor herhaling vatbaar. We zijn wel allebei echt helemaal kapot. Dus we hebben net ook stiekem nog eventjes een dutje gedaan. En ik ga nu gewoon nog eventjes lekker op de computer een beetje artikeltjes stikken. En nog eventjes gewoon lekker televisie kijken. En dan dadelijk gewoon
heel rap naar bed, want ik ben echt helemaal kapot en ik moet morgen gewoon weer werken. Dus even rustig aan, gewoon lekker chillen. En ja, dat. Dus ik wil voor nu ook gewoon lekker de vlog gaan afsluiten. Ik vind het superleuk als je hebt gekeken, of dat je hebt gekeken. En dan zie ik je volgende keer weer. Doeg!